Naast het huis van de familie van den Akker woont de moeder van Remco. Ze is nu op vakantie. Ze woont hier al ruim een jaar. Eigenlijk wilde ze niet weg van deze plek. En het huis werd te groot en we hebben hier plek zat. Dus uiteindelijk kwamen we deze vorm van mantelzorg tegen, mantelzorgwoning. En hebben we ervoor gekozen om hier deze woning neer te zetten. Ja. En, neer te zetten, maar hoe lang duurde het hele proces? Nou, het hele proces heeft wel met vergunningen, aanvragen, et cetera, zijn we toch wel anderhalf jaar bezig geweest. Van dit soort huisjes zijn er ongeveer 100. Het merendeel is gemaakt door een bedrijf uit Den Bosch. Toch ging het niet in alle gevallen van een leien dakje. Het probleem was vaak de vergunning. Het is natuurlijk anders dan anders bouwen. Normaal heb je een perceel, dan zet je een woning op. Daar krijg je een bouwvergunning voor en iedereen blij. Maar deze woning staat als tweede officieel bewoonde woning op één perceel. En twee woningen op één perceel is in Nederland niet datgene wat normaal was. Het is een wederzijdse hulp die je kan hebben. Wij helpen je met zware dingen die voor mijn moeder niet meer haalbaar zijn. En zij laat onze hond elke dag uit. Dus in die zin heb je er allebei iets aan.